kan zwiepen. De kopman van Leijen. In handen van Coosemans. Dus uit. Als die bril op zijn aan het roepen. Maar de Brugge wil hier een trots op. Op Dirar. Even kijken naar de herhaling. Er is contact. Kan hem geven. Natuurlijk wel heel licht. Een tikje. Als je voor moet vallen, dat is weer iets anders. Verdamme, goed werk. De Bognoli. Daar is Tchité. Tchité, hey! Dat is een Rabona. Dus met links trappen, dat wou hij niet. We zitten bij Tchité Carcela. Voorzetje. Weggehaald. Simaï. Zo eens kijken, Tchité. De vreemde actie toch. Ojija legt hem neer voor Simaï. Ojija gaat. Simaï, Ojija. Buitenspel geplakt. Wat palen zeker. Maar Ojija, dat zouden we graag zien. Moeilijke beslissing voor deze man. Oh, kijk eens hoe moeilijk. Misschien net gelijk. Goed gevlacht dus. Tchité, daar gaat Carcela. Carcela op Coosemans af. Carcela met rechts. Coosemans, net voldoende. Ga je toch. En dan achterwaarts koppen. Dan moet hij nog eens aan de slag met Van Damme. Van Damme wint het duel. Hij speelt Tchité aan, maar die staat buitenspel. We gaan rusten met 0 tegen 0 en niet met 1 tegen 0. Ook razend over die actie tussen hem en Van Damme. Van Damme razend over de lijnrechter, maar u gaat zien dat hij gelijk heeft op deze herhaling. Het scheelt weinig. Het zat net buitenspel op Opare. 20 seconden ver in de tweede helft. De voorzet is goed. Tchité! Komt hem naast. Dit wist hij niet al te gauw. Voor met die hoekschop. Tchité, daar is Witzel en Coosemans. Op de lijn en voor Van Galau. Nee, Leijen kan ingrijpen. Robertje vechten. De scheidsrechter ook in de touw. Ja, trekt die hele kaart maar. Dat is niet makkelijk. Leijen gaat geel krijgen. Schitterend beeld dit. Carcela. Moet opletten, want er komt een tweede bij. Dat is Smaes. Aan de stuk met Simon, maar ondertussen is Perisic alleen weg. Perisic, jawel! Het is 0-1 voor de Brugge. Simon aan het ruzie met Simaes, omdat hij een stut in het aangezicht kreeg. En Perisic als een hazenwinter vandoor de voer afgeschud. En 0-1 voor club met nog 20 minuten op de klok. Beheerst afgewerkt. Van Perisic die heel erg sterk startte aan deze partij, maar die we eigenlijk de hele tweede helft niet meer gezien hadden. Ojija. En geef hem met Dirar geen buitenspel. Akpala is voor doel. Akpala, het is 0-2. Prachtige counter van Club Brugge. Goed werk, Ojija. Fantastisch werk. En dan klaarkijken Dirar. Goede match gespeeld sowieso. Dat kunnen we van Akpala niet echt zeggen. Maar hij heeft wel keihard gewerkt en gescoord. En dat is voldoende voor een spits zeker. Leijen. Tchité. Carcela. Dan tegen op Hens. Niet gevlaagd. En Tchité tikt er nog binnen. Het is 1-2 met nog 4 minuten op de klok. Tchité. Was dit Hens? Hij trapt er in elk geval naast. Klopt, maar wordt een voorzet. Overtreding. Ze heeft de lijnrichter en dus krijgen we nog een vrije trap. De vrije trap van de laatste kans voor Standaard met invaller Frank Berrier. Iedereen in de 16. Carcela wil nog eens draaien. Carcela! Wat vindt hij daar toch weer uit? Het is 2 tegen 2. Af en toe verguiden ze hem hier. En nu is hij de helft. Ongelooflijke kap achter het steunbeen en binnentrappen met rechts. En Standaard pakt in extremis een punt en mag daar toch wel zijn Marokkaanse goudhaantje voor danken. Dirar speelde heel erg sterk bij Club Brugge. En de andere Marokkaan legt de eindstand vast op 2-2. Fantastische goal.